Het is weer matchday, jongens. En hopelijk gaat dat een hele mooie wedstrijd opleveren. Zoals je weet, vorige keer hebben we ook een voorspellingswedstrijd gedaan tegen Liverpool in de Champions League. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Uiteraard verloren. En, ik zag ook gelijk het effect in het echte leven. Ajax had ook daar verloren natuurlijk van Liverpool. Super ongelukkig. Ik denk als je zelf 2 of 3 doelpunten scoort, dat tegenstander echt niet mag klagen. En dat je dan ook nog zo'n tegengoal tegenkrijgt. Zo'n eigen goal van Nico Tagliafico. Ja, dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk, maar we zullen door moeten gaan. Over één ding kunnen we in ieder geval zeker zijn. Die punten tegen Liverpool waren niet ingecalculeerd. Dus de 3 punten althans, laat ik het zo zeggen. Maar tegen Atalanta, dan zal het echt moeten gaan gebeuren. We zien ze hier voor ons staan. Ik denk dat dit de manier is waarop ze gaan aantreden vanavond. Natuurlijk Atalanta in het mooie blauw-zwart van ze. En ik denk Ajax in het rood-wit. Een mooi contrast met elkaar. En dan moeten we gaan puzzelen met de opstelling. Want we weten allemaal wat er met Mokudus aan de hand is. Rip Mokudus, helaas. We zetten hier heel even het middenveld op orde. Want daar moet natuurlijk Klaassen gaan spelen. En ik denk dat het gewoon op deze manier hem gaat worden. Gravenberg op 10. Klaassen daarachter samen met Blind. En een Martinez achterin. Ik vond dat heel erg goed werken. Ook tegen Liverpool. Ondanks dat we af en toe in een counter nog best wel kwetsbaar leken. En dat betekent ook weer dat onze grote vriend Dusan Tadic in de spits gaat spelen. En dan hebben we Braziliaans flanken. Ik denk namelijk dat dit de opstelling van vanavond gaat zijn. Tadic dus in de spits, Neres linksbuiten, Gravenberg op 10. Anthony op rechtsbuiten, Blind links op het middenveld, Klaassen rechts op het middenveld, Tagliafico, Martinez, Schuurs en Mazraoui. En als ze hetzelfde niveau kunnen brengen als wat ze tegen Liverpool hebben gedaan, dan bestaan er zeker wel mogelijkheden. Laten we het gaan doen. Laten we een poging gaan wagen om hier Atalanta het zwijgen op te leggen. De Champions League hymne gaat. Is dit ook het echte stadion van Atalanta? Stadio Classico, ik denk het niet. Maar het is wel een klassiek stadion van ze. Maar dit is dus de wedstrijd, denk ik, jongens. Hier moeten we echt 3 punten gaan pakken. Want als we die hier niet gaan pakken, dan zal overwintering in de Champions League toch een moeilijk verhaal gaan worden. En natuurlijk, de Europa League is leuk. Maar daar wil je niet spelen. Dit is het allerhoogste niveau. Daar horen we thuis. En ja, om heel eerlijk te zijn, dat geld hebben we ook gewoon nodig. Dus hoe verder we doorkomen in de Champions League, hoe meer geld er in het laadje komt. Wat uiteindelijk beter is op de lange termijn natuurlijk voor Ajax. En ook op de korte termijn. Zeker als je iemand nodig hebt. Blij om Martinez weer terug in de basis te zien. Ik ben toch wel een Martinez-fan. Ik begreep niet helemaal waarom hij in één keer naar de bank was verbannen. Ik heb geen idee of dit de opstelling gaat worden van Atalanta. Oké. Gaat de boer lijkt haast wel rechts buiten staan, joh. Maar die zal als opkomende back spelen, denk ik. Anthony on fire. Heel enthousiast over Anthony. Ook tegen VVV. Een aantal mooie crossballen. Doet je bijna denken aan Hakim Ziyech. Prachtig om te zien. En ik hoop dat dit de opstelling van vanavond gaat worden. Want wat een weekend hebben we achter de rug, jongens. 13-0 tegen VVV.
toch een beetje een dubbel gevoel. Weet je, 13-0 is wel heel erg veel, weet je. Dat kan niet fijn hebben gevoeld voor de VVV-fans. Een echte vernedering ook. Maar toch, anderzijds, als ik het heel koud mag zeggen. Ik vind het toch een beetje raar dat de scheidsrechter op eigen houtje besluit de blessuretijd te schrappen. Het is en blijft natuurlijk een professioneel podium. Ja, 13-0 is hard. Maar wat als je die doelpunten aan het einde van het seizoen tekort komt? We hebben het letterlijk afgelopen seizoen nog gezien voor AZ. Ja, dan kunnen die blessuretijd minuten kunnen toch nog een verschil maken. Maar, bekijk je het als voetbalfan, dan begrijp je het natuurlijk wel. Dus ik hink een beetje op twee gedachten wat dat betreft. Ik vind het alleen niet heel erg professioneel voor het hoogste podium in Nederland. Om dat uit medelijden maar af te schaffen. Tagliafico. David Neres. Atalanta natuurlijk een gevaarlijke ploeg. Oh! Dan vliegt hij erin hoor. Ik ben trouwens ook een fan van Blind op het middenveld. Weet je nog zijn laatste seizoen bij Ajax? Voordat hij dus wegging naar buitenland. Toen werd hij volgens mij speler van het jaar in de Eredivisie. Op die positie. En ook bij Manchester United daar natuurlijk gespeeld. Een goede goal hoor. Moet natuurlijk wel voor de keeper zijn. Maar Atalanta. We hebben 13-0 gewonnen. Volgens mij heeft Atalanta 3 of 4-1 verloren. Niet heel lekker wanneer je de Champions League ingaat. Maar die zullen gebrand zijn om het beter te gaan doen natuurlijk. Dali Blind. Vet. En om heel eerlijk te zijn. Ajax tegen Italiaanse ploegen. Het heeft altijd iets magisch voor me. En ik weet nou niet of dat is vanuit nostalgisch oogpunt. Hoppa. Ryan Gravenberg. 0-2. Vanuit nostalgisch oogpunt. Weet je, vroeger, in ieder geval toen ik opgroeide, in de jaren 90, waren Italiaanse ploegen waren de grootste ploegen ter wereld. We hebben natuurlijk de Champions League gewonnen tegen AC Milan. We hebben de Champions League finale verloren tegen Juventus. Dopingschandaal blijkt achteraf. Maar prachtige ploegen. Ook een Ajaxide, mooie transfers gemaakt naar Italiaanse ploegen natuurlijk. En ook in het recente verleden hebben we bijvoorbeeld een Sneijder bij internationale gezien. Zlatan overal gezien volgens mij. Ja, mooi. En onze Urbi Emanuelsson heeft natuurlijk gespeeld bij Atalanta Bergamo. Ik ben zelf ooit een keertje op vakantie geweest in Bergamo. Geen wedstrijd gekeken. Sowieso weinig voetbal gezien in Italië. Ik ben een keertje met Vitesse naar Lazio geweest. 1-1 werd dat. Was een mooie week wat dat betreft. Woep! Tadic! Wat doe je? Och, jongen. Dit soort missers kunnen we ons vanavond niet veroorloven, hoor. Tadic lijkt zijn vorm in ieder geval ook weer terug te hebben gevonden. Doet het toch wel lekker de afgelopen wedstrijden. Mooie goals ook natuurlijk. Maar ik wil hem niet op links buiten zien. Ik vind Tadic het best wanneer hij sleept en sleurt. En dat gebeurt voornamelijk in het centrum. Zet hem dan ook in de spits. Of zet hem op 10. Dan komt hij veel vaker in dat soort posities. Oh. Dat was een bijna een fataal foutje van Hatenboer. Ze zetten hoog druk. Ik ben benieuwd of ze dat vanavond ook durven. Nou. Dat ligt wel open, zeg.
got to be. Oh, a powerful effort. Close. Ik probeer de stoer te doen. In de game is Atalanta Bergamo toch wel iets anders dan Liverpool. Waar we echt niet voorbij kwamen. Natuurlijk ook wel een beetje pech hadden. Maar hier lijkt er geen veldje aan de lucht. Hoppa, Per Schuurs heeft hem weer. Per Schuurs maakt ook een sterke indruk, vind ik, dit seizoen. Goed om te zien. Is natuurlijk altijd een groot talent geweest bij Kijk, het ligt helemaal open. Het is dat hij net te langzaam is met die steekpaas. Maar dat centrum van hun slaat nergens op. Oh. Het is net Ajax tegen Liverpool, dat. Oh, nee. Oké, nu zit ik echt veel te stoeten. Ja, dat is een vrije trap tegen. Ja, neem je tijd hoor. Die muur lijkt wel heel ver weg te staan. Het zal wel kloppen, maar... Has eyes for goal! Just over the top with a nice raakt het dak van het doel. Well, he'll practice that time and time again on the practice ground. Just over. Maar Onana hoeft niet in te grijpen. Doesn't want to lose his cool here. Dusan Tadic. Kijk, dat is die Samba. En het centrum ligt weer helemaal open. En ik probeerde hem te chippen, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ja, hij wist al dat het buitenspel was. Dus dan maar dom schieten. Ja, het scheelt zeker. Zeker anderhalve meter, twee. Jim City, Remo Freuler. It's with Zapata. No danger here as he runs at them. And the flag does go up. Must have been tight. Mazraoui. So 2 minutes of stoppage time here. Oh, by Anthony. That is him. Oh, jongen toch. Daar had hij ingezeten. Pas maar net. Maar gaat naast. Toch ook wel mooi om te zien afgelopen zondag van Traoré. Niet een hele beste tijd heeft gekend de afgelopen weken. Werd uitgefloten, kan je niet zeggen, want er zit niemand op de tribune. Maar kreeg behoorlijk wat kritiek over zich heen op social media onder andere. Maar weet gelukkig zich te herpakken. Het is natuurlijk tegen VVV. Maar laten we eerlijk zijn. Hij zat er goed bij elke keer. Echte spitsengoaltjes. En 5 stuks, weet je, daar kan je niet omheen. Maar toch, ik ben ook wel van mening dat Ajax wel een echte spits mist, hoor. Want ook al doet Traoré het goed. En heb ik wel eens momenten gezien, ook vorig jaar, waarvan ik dacht, nou, die jongen heeft wel potentie. Het is nog niet absoluut Ajax 1 kwaliteit, wat je mag verwachten. Het ligt weer open bij ze, hoor. Dan gaat licht voor de linker van Blind. Die kan er wel een peer aan geven. Dat deed hij ook wel, maar het leek nergens op. Wil ook mooie doelpunten natuurlijk. Waardeloze trap.
Klassen. Ryan Grafenberg. Tagliafico. Oh, he's really up here. Promising attack, but it's Echt? Het zal niet veel hebben geschild, denk ik. Ja, nou ja, toch. Een halve meter. They will now make use of the substitutes bench. Freuler! Ook mooi om te zien natuurlijk een groot aantal Nederlanders. Dat bij Atalanta momenteel voetbalt. De Roon, Hateboer. Die spits van PSV, Lammers heet hij geloof ik. Toch opvallende transfer dat. Scoorde een mooie goal bij zijn debuut. Technisch goed onderlegd in de 16 was dat. Een schaartje en hij trapt hem erin. En, dat is toch ook wel een ding waar ik aardig wat Ajax-zieden enthousiast over zullen zijn. Brian Brobby, die is in de wedstrijd selectie opgenomen. Ah nee, te gretig, veel te gretig, te ver voor mij uitgespeeld. Ja jongens, dat het hier niet 3-0 of 4-0 staat, dat kan je echt wel mij aanrekenen. In possession at de Boer. Maar Brian Brobby, over groot talent gesproken. Spits. Ik hoop dat hij minuten gaat maken. Want dat zou betekenen, denk ik, dat we er goed voor staan in de wedstrijd. En ik zou hem ook heel graag in Ajax 1 willen zien. Maar volgens mij betekent dat Huntelaar niet mee is gereisd. Dat vind ik toch wel opvallend hoor. Zal hij last hebben van iets naar VVV? Oeh, lekker hoor. Maar wat die verdediging deed dat van Atalanta hier aan het doen is. Hups. Echt een Anthony goal dit. Echt een Anthony goal. Kan snel verdekt schieten. Altijd in de verre hoek. Wat een goede curve eraan. Dit vond ik echt een Anthony goal. Let maar op. Tegen welke ploeg deed hij zo goed als dit? Ik ben heel even kwijt. Welk team was dat nou? Was dat Heerenveen? Ik denk het wel, hè? Het schot hem iets lager in, maar ik heb het over dat verdekte schot. Ik hoop dat hij ons aardig wat succes gaat brengen. De eerste indrukken zijn in ieder geval erg goed. Die van Kudus natuurlijk ook. Alleen, die zullen we echt een lange tijd moeten missen. Wat ik begreep is dat het maanden gaat duren. Een half jaar ongeveer. Doodzonde. Echt doodzonde. Hey, vrije trap! Hoe is dat geen vrije trap, joh? Maar we kunnen wel stellen dat die opstelling van Atalanta Bergamo hier van geen kanten klopt. Ligt helemaal open iedere keer. Kijk dan. Ah, kom op. Zonde. Ik had hem bijna geteld alweer hoor. Dat is toch vaak wel eens een zekerheidje, zijn tweede schot. Numero 2! Ja, 0-3 jongens, Jantje. Helemaal dikke prima. Laat het alsjeblieft vanavond gebeuren, dan slaap ik een stuk lekkerder. Met oog op de rest van het Champions League seizoen. We weten natuurlijk allemaal nog vorig jaar. Davy Klaassen! Weet je die wedstrijd tegen Valencia? Oh, wat was dat de leidersweg. Shame on me. Ik heb die wedstrijd in het Ziggo Dome gekeken toen. Dat was een viewing party. Kermispubliek, doe dat alsjeblieft nooit.
Bier was echt onbetaalbaar. Er zat alleen maar Koninginnedag kermispubliek. Het was echt geen reet aan. En dan kregen we ook nog eens die draak van de wedstrijd. Waarin we geen potten wisten te breken. En uiteindelijk uitgeschakeld waren voor de Champions League. Daar is hij, Davy Klaassen. Pakte volgens mij afgelopen zondag als een van de weinigen geen doelpunt mee. Ik ga nu heel even een typische Ten Hag wissel doen. Neres is goed gespeeld. We hebben je nodig in de volgende competitiewedstrijd. Promes erin. En Traoré, die gaan we belonen voor zijn wedstrijd tegen VVV. En weet je, ik haat vaak op Kluiber. Speelde ook gewoon een oké wedstrijd. Kan je weinig op aanmerken. Ik denk dat iedereen wel een oké wedstrijd speelde natuurlijk, maar nee, dat was een dikke prima. Nee, dit is buitenspel, niet doen joh lul! Wat doe ik nou? Ik dacht, hij blijft er nog achter haken. Ja, ik had al gedrukt. Ach. Ach. So a personnel change then. Martin Deron. Derone. Maar wat ik zei, ik ben een keertje weer bij een wedstrijd geweest in Italië van Vitesse Lazio. En ik ben een keer in San Siro geweest. En dat was het eigenlijk. Helaas. Oh. Niet scherp. Niet scherp daar. Spelers lijken een beetje vermoeid. Niet heel gek natuurlijk. We zitten al in de 85ste minuut. Maar ze besturen wat log ineens. Het is niet het seizoen van Nico Tagliafico, dat kunnen we wel stellen. En ook vandaag, toch niet. Hier is toch niks aan de hand, man. Volgens mij zijn we zelfs eerder bij de bal. Gestoord. Kom op, Onana. Rechts in het hoekie. Ja, dat is helemaal kloten. Well, here it is again, and I can tell you what, I'm not sure. 4-1. Oké, kan ik mijn leven? Nee, dat zou ik vertekenen vanavond. He has to do better. Dan lig ik ondersteboven. So ach, jongens. Ryan Gravenberg. Er is weinig beweging nog maar voorin. Traoré aan. Hé, hey, Traoré is scherp, jongen. In de bal komen altijd, hè. Gozens. Oh. In a position from which they could potentially do a bit of damage here. Offside the decision. So full time it is. Dat was hem. Atalanta Bergamo. Ajax Amsterdam. 1-4. You heard it here first. De score komt vooralsnog niet altijd overeen in onze voorspelling. Maar de uitslag wel. En laten we hopen dat vanavond net zo zou zijn. Het hoeft niet 1-4 te worden. Als we maar de 3 punten mee terugnemen naar Amsterdam. Dat is ontzettend belangrijk. Willen wij gaan overleven in de Champions League. Want het zal nog een flinke kluif worden. Atalanta is een team dat vriend en vijand weet te verbazen. Gewoon al een tijdje. Afgelopen weekend verloren dus. Laten we hopen dat ze nog redelijk dwars zit. En dan gaan we voor een mooie wedstrijd. Met mooi voetbal. Waarin alle puzzelstukjes van Ajax toch weer ineen lijken te vallen. Zodat dat tegen Liverpool misschien ook wel een beetje het ding was. Ondanks dat Kudus natuurlijk uitviel met die verschrikkelijke blessure. Atalanta Ajax jongens. 1-4. Laat vooral in de comments jouw voorspelling weten. Hoeveel jij denkt dat het gaat worden. En dan spreken we elkaar op Discord tijdens de wedstrijd. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Later!